Chandra Algo, voormalig lid van het Openbaar Ministerie, heeft vrijdag tijdens een lezing voor het Korps Politie Suriname de vinger op de zere plek gelegd. In haar presentatie getiteld De rol van de hulpofficier van justitie in het strafrechtelijk gebeuren in relatie tot het Openbaar Ministerie, stelde ze dat politieinspecteurs die fungeren als hulpofficier van justitie kardinale fouten maken en wel ten nadele van burgers. Met name bij de inverzekeringsstelling van verdachten gaat veel mis, omdat ze niet altijd nauwkeurig en objectief handelen. Wat is uw werk? Wat is uw belangrijkste taak? Waarheidsvinden, dank u wel meneer Pancho. Waarheidsvinden is uw belangrijkste taak. Als u in het kader van die waarheidsvinding, in het belang van het onderzoek dat in verzekeringsstelling moet plegen, zo be it. Dat is in het belang van het onderzoek. En zegt artikel 48 aan u, het moment dat dat niet meer vereist is, artikel 48 zegt, de vervolgingsambtenaar of de hulpofficier voor wie de verdachte wordt geleid of wie de verdachte stelling aanhoudt, kan hem dan verhoren. Er is geen verplichting tot aanhouden, kan hem dan verhoor aanhouden. Ook de samenwerking tussen hulpofficieren en het Openbaar Ministerie verloopt niet vlot, vertelde Algo verder. Zo worden processen verbaal vaak te laat opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Belangrijkste voor u is lid 4 en lid 5. De hulpofficier geeft van zijn bevel ten spoedige schriftelijk of mondeling kennis aan de vervolgingsambtenaar. Dat is nu in een soort rapportageplicht omgezet, waarbij u rapporteert en u toestemming moet krijgen voor de inverzekeringsstelling, terwijl de wetgever in principe die bevoegdheid aan de hulpofficier heeft gegeven. Maar dan begrijpt u ook waarom dat gebeurt, omdat er te veel en te vaak fouten werden gemaakt bij inverzekeringsstellingen. Want voor allerlei kikkeboe werden mensen ingesloten en ik praat nog van een periode dat de inverzekeringsstellingsperiode 14 dagen was. Dan worden maar ergens een aangifte gedaan, die man wordt binnengebracht, ingesloten. OM krijgt na 10 dagen het dossier opgestuurd. En weet u van welke dag het laatste procesverbaal dateert? Op de dag van de aanhouding, 10 dagen terug. En heeft gewoon niet maar de pure pest weer 10 dagen gehouden. Dus om dat soort zaken te voorkomen, heeft men uiteindelijk de beslissing genomen. Nee, je koppelt terug naar het Openbaar Ministerie en je krijgt dan toestemming voor een inverzekeringsstelling. Chandra Algo, voormalig lid van het Openbaar Ministerie, tijdens haar presentatie de rol van de hulpofficier van justitie in het strafrechtelijk gebeuren in relatie tot het Openbaar Ministerie. De lezing vond afgelopen vrijdag plaats in het politietehuis aan de Zwartenhovenbrugstraat.